Hoi, mijn naam is Suzanne Willems. Ik loop stage bij Chocobreak in Nijmegen voor mijn opleiding leidinggevende brood en bak en pakken. Nou, die dingen zijn nu omgekoeld, hebben ze eruit gehaald. Nu zie je dat ze keurig netjes losgekrompen zijn. Nou, dan zetten ze in een doos. Je kunt ze zo heel makkelijk eruit pakken. Je bent vandaag bij Chocobreak en dat is ons bedrijf. We zijn de chocolaterie. We maken van alles van chocola. En we geven dus ook workshops in het maken van bonbons en chocoladewerk. Ik geef hier vooral leiding op de workshops, in het weekend dus. En daar leer ik met mensen werken en ook aansturen en plannen. Af en toe door de week dan leer ik ook productie. En dan leer ik met chocolade werken, bonbons maken, receptuur leer ik herkennen. Eigenlijk alles wel een beetje. Nou, we tikken hem nu leeg. En het is de kunst om hem aan de randen vast te pakken, zodat je de warmte van je vingers niet op je paashaasje laat komen. Ja, dan doe ik een aantal voorbeeldjes voor. En als er nog wensen zijn, dan help ik die wensen te realiseren. Dus als ze zeggen, nou, ik wil een konijn maken voor Pasen of wat dan ook. Dan help ik ze mee hoe je met basisfiguren iets leuks kunt maken. Dat is toch best een uitdaging als je dat niet dagelijks doet. Wat ik heel belangrijk vind voor de studenten als ze hier komen, of als ze hier stage lopen, is dat ze leren kijken met de ogen van de klant. Dat ze leren om een keurig net product te maken. En dat ze een bepaalde werkhouding krijgen waarin ze leren dat ze kritiek op zichzelf hebben. Om te zorgen dat als je iets doet, dat je het zo goed mogelijk doet. En dat die klant daarbij de ervaring heeft van, jezus, prachtig product zeg. Dat wil ik graag hebben. Vandaag hebben we de paashaasjes en de vogelhuisjes gemaakt. Die gaan we nou afmaken met een kuikentje en met gezichtjes op de haasjes. Ik heb nu veel meer ervaring en kennis kunnen opdoen hier. Oké, nou, dat vind ik hartstikke fijn, dankjewel. Ik vond het ook fijn om met je te werken. Hoor daar net tijd en rust, dat is heel belangrijk. En dat gaat goed.